En dan om 7:18 gaan we naar Groningen. De gemeenteraad van die stad heeft gisteren een spoeddebat gevoerd over de ophoging van de gaswinning. Want eerder beloofde de regering de gaswinning te zullen reduceren naar nul. Maar vorige week, je weet het misschien nog, kwam het kabinet ineens met het verhaal dat er in het komend gasjaar, van oktober 2021 tot en met september 2022, juist meer Gronings gas moet worden gewonnen. En dat heeft te maken met de leveringsverplichting aan Duitsland bijvoorbeeld. En de vertraagde oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek zou een grote fabriek worden neergezet die ons laagcalorisch gas gaat opwerken tot hoogcalorisch, zodat we dat kunnen gebruiken. Bovendien horen we nu dat 6 van de 9 Nederlandse grootverbruikers niet op tijd van het Gronings gas afgaan. Dat staat in onze zusterkrant FD vandaag. We gaan het erover spreken met Jimmy Dijk, die is SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat u naar de rechter stapt, hè, om in beroep te gaan tegen het besluit. Laten we het eerst hebben over die extra gaswinning. Krijgt u andere fracties mee of bent u helemaal alleen? Nee, dit zijn de momenten dat gemeenteraden en ook provinciale staten in Groningen behoorlijk eensgezind zijn. Omdat wij merken dat keer op keer bij deze verschillende kabinetten Rutte toch iedere keer de economische belangen voorgaan en niet de belangen van Groningers. Die worden op dit moment, ook op dit moment, nog steeds niet, na al die jaren, niet door het kabinet van Rutte vooropgesteld. En dat zorgt wel voor eensgezindheid in de regio. En dat is dan weer mooi om te zien op zo'n moment. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Het andere vervelende is wel, we zitten vast aan gasleveranties met Duitsland, zijn contracten, en daar gaan ze ons aan houden. Ja, dat is zo'n goed voorbeeld van van economische belangen die vooropgesteld worden. Maar ook wederom weer verschillende kabinetten Rutte die allerlei afspraken maken, beloftes maken aan Groningen, zoals het stoppen van de gaswinning. En dat gewoon niet doen. U noemde net inderdaad de fabriek in Zuidbroek die er moet komen om gas te mengen, zodat ook verschillende vormen van gas mogelijk worden gemaakt. Die had er al lang moeten staan. Ja, ligt aan vergunningsprocedures en aan de provincies en de gemeenten. Ja, maar er is natuurlijk de afgelopen 10 jaar is er al sprake van groot veel ellende als het gaat om gaswinning. Ja. Dit had al lang moeten gebeuren. Nee, maar juist als je daar naar kijkt, meneer Dijk, met alle respect, als u nou even, u zegt, u speelt die bal nu terug naar Den Haag, maar wacht even, die vergunningenprocedure, die speelt gewoon in jullie eigen provincie. Daar kan u toch veel beter daar eens op de deur gaan rammen van waarom is die stikstoffabriek er nog niet? En zet dat vergunningentraject nou eens door, jongens. Nou, geloof me, dat gebeurt in ieder geval vanuit mijn partij van alle kanten op ieder moment. Uh-huh. Want daar heeft u absoluut een punt. Dat is ook een punt van discussie geweest gisteren. Want het is niet alleen maar wijzen naar Den Haag. Nee. Wel als het gaat over de economische belangen voorop stellen. Maar wij zien gewoon dat als je echte verandering wilt in het gasdossier, in de gasellende, dan heb je lokale en provinciale bestuurders nodig die naar de rechter gaan om een gaswinningsbesluit aan te strijden, maar ook die de druk van onderop met de bevolking organiseren. En dat is hier en daar door regionale bestuurders te weinig gedaan. En dan is het te vaak gedacht, toch, wij hebben te vaak gedacht dat deze Rijksoverheid, dit kabinet, betrouwbaar was. Wij moeten ervan uitgaan in Groningen op dit moment dat het kabinet onbetrouwbaar is. Dus we zullen voor iedere kleine overwinning van Groningers moeten knokken. En dat moet inderdaad ook door onze lokale en regionale bestuurders nog meer gebeuren dan tot nu toe gebeurt. En dat betekent dat u de straat op gaat. Want ik heb niet voor niks een SP'er aan de telefoon. Hè? Dan is er straatprotest, rode tomaten en megafoons. Ja, nou is het zo dat de SP dit protest niet zelf organiseert. Helaas is het nodig. 3 jaar geleden gebeurt het ook. Het wordt met name georganiseerd ook door de Groninger Bodembeweging en het Gasberaad. Natuurlijk gesteund door de SP. En aanstaande zaterdag zal er weer een fakkeltocht zijn in Groningen. Zowel fysiek als digitaal. Want het is iedere keer zo geweest dat als de verandering was in Groningen ten goede van Groningers, dan kwam dat door die combinatie van strijdende bestuurders, lokale en gemeenten en provincie, zowel bij de rechter als op straat en in de richting van Den Haag. Dus dat is helaas nodig. Nog even uw reactie op die contracten met die Duitsers, want dat is gewoon het punt. Die hebben een leveringscontract afgesloten. Dat is natuurlijk gedaan in de tijd dat niemand dacht dat ons gas op zou raken, of in ieder geval dat we dachten dat we met de huidige gasleveranties dat zouden kunnen gaan doen. Alleen die Duitsers die hebben een probleem, want die hebben hun energievoorziening zodanig afgebouwd dat ze moeten leunen op die contracten die ze gesloten hebben. We dachten dat ze toch nooit zouden komen. Nu wel. Je kan dan toch niet zeggen, ja jongens, sorry, maar halverwege de wedstrijd hebben we de doelpalen verplaatst. En het is er even niet. Ik zou, ik verwacht als Groninger, maar ook als ik als volksvertegenwoordiger, maar ook verwacht ik bij dit probleem, dit grote probleem, wat volgens mij in het hele land bekend is,
verwacht ik volksvertegenwoordigers, ook in de vorm van ministers in Den Haag, daar verwacht je van dat zij ook zien dat het ontzettend krom is, dat er nog gas geleverd moet worden aan Duitsland. En je had kunnen verwachten, als je zo vaak bijvoorbeeld minister Wiebes hebt horen zeggen, of Ollongren, dat de gaswinning nu echt gestopt wordt, had je verwacht dat ze die contracten in ieder geval probeerden te ontbinden en dat ze daar alles voor hadden gedaan. Ik heb de afgelopen jaren zoveel gehoord dat de zakken in Den Haag heel diep zijn. Breek die contracten open en betaal ze maar af. Betaal ze maar af. Het gaat om de veiligheid van Groningers. En ja, dan gaat dat even voor aan de leveringszekerheid in Duitsland. Dank. Jimmy Dijk is SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad Groningen.